Hoi! We zijn dus weer terug. En dat was niet even een prank, want meteen het... Weet ik veel wat valt, ik weet niet meer. Mijn tablet valt. Dus we gaan nu... ik weet alweer wat. Vandaag gaan we iets uitproberen. En dit is... Kijk, hier staat het. Ik kan eens vertellen wie naar België is gaan. Hier staat het. België! Iemand van ons is dus naar België toe gegaan. En ik ga nu Belgisch chocola uitproberen. Het is nog een verrassing wat ik nu ga uitproberen. Dus ik ga niet op een appel zitten. Dus laten we maar beginnen met de eerste. Poep! Ik wil nog iets zeggen. Ik ga van normaals, want ik denk, oké, dat gaat wel normaal proeven. Naar, wat? Tahek, wat is dit? En dit is heel normaal. Dit hebben ze ook in Nederland, maar ik dacht, misschien is het in België heel anders. En dit zijn zeevruchten. Dit hebben ze ook in Nederland, maar ik dacht, misschien hebben ze in België een beetje anders of zo. Ik weet niet. En, dit zijn... Ja, dit is in België gemaakt. En dit is van het merk Hamlet. Het ziet van ham gemaakt. Oh, hier zo in ofzo. Want waarom zit er in chocola ham? Dat snap ik dus niet. Dus we gaan nu openmaken. Ik weet niet, maar mijn zus en moeder en zo hebben al gegeten. Zo ziet het er dus uit. En ik ga nu eens pakken. Ik ga één witte uitproberen en één bruine. Want kijk, je hebt verschillende soorten. Je hebt van de hele donker en je hebt van de hele lichte. Dus ik ga eerst een donker uitproberen en dat is deze. En deze. Ik vind deze. Ja. Ik zie even zo. Oké, dus we zijn weer terug. En Paul had even de slus gehaald. En Paul heeft alleen maar rood. En wij hebben alleen maar mix. Oh, waarom moet je mijn naam... Omdat je nu praat. Sorry. Dit was helemaal niet. Nee, want je zei, waarom moet je mijn naam noemen? Dus dat weet ze dat ze plat deze stem dus is. Ja! Dus we gaan eerst het donker uitproberen. Oké, wacht even. Hier zo. Dit allemaal! Hé, kom hier! Goed, waar ik het filmen? Allemaal jouw schuld! Allemaal jouw schuld! Kom hier! Kom dan, waar zit die? Hier, kom maar doorheen. Kom dan. Oh, dit is lekker. Doei hoor. We zijn weer terug. En ik heb de donk geproefd. Het smaakte niet echt naar puur, maar een beetje eigenlijk. Hallo mensen. Ja, het smaakt gewoon naar normaal. En nu hebben we de lichte. Normaal, wauw. Weet je, ben ik wel, het is wel romig. Ik vind zeeschap niet zo heel lekker. Maar... Een half duimpje. Nu gaan we verder naar het volgende. En dit is... Lurzer. En hier staat het merk Cupido en het is kokosrotjes. Wat? Met chocolade. Kijk, zo kom je op een huis. Spring.
Ah, dat weet ik wel. Zo, kijk, moet je altijd dit doen. Als er boven open is, dan doe dit. Dan sta je binnen, moet je weer binnen. Oh my god, dit is echt zo'n en hij, dit is een pakketje. Oh, dit drukt niet echt weinig. Oh, hallo. Oké, ik wil niet dat het in klomt. Hallo, die hond valt mij aan. Help mij. Zo ziet het dus uit. En je kan een squashje, maar... wat voor binnenkant is dit? Lisa, dat hoef je ook wel niet te zien. Ik heb iets gebeten. En ik kan ook nog. Zo genaamd. Lisa is gewoon niet meer. Hier zit stukjes kokos in. Wow. Nee joh, van de naam kokosrotjes. We moeten wel een beetje maken, deze. Oké. Ik vind dit lekker. We moeten wel een beetje maken. Duimpje omlaag. Dus. Dit is nog geen eentje lekker. We moeten wel maken een beetje, hè. Deze moet ik half duimpje. Nou ja, maar naar waar ze maakt dus. La blueberry. Oké, naar bessen. En naar een aardbei. Hey! Fuck, mate, fuck. Wat de F. Nee, je hoeft niet te graven naar de grond. Nee, dat moet wel. Hier ben ik er niet zo blij om, want ik dus dit echt. Ik heb geproefd, maar ik doe. Ik lust! Niet liegen, je wist gewoon. Je hebt gewoon zo'n vies. Wat praat jij? Dit is koffiesmaak! Ja, heb je van Japrak gehoord? Ja, omdat er ook Japrak zo'n verrader is. Oh, dit is ook met zo'n zakje. Nee, ga nu echt niet meer leuk, hè. What the heck, joh? Is gesmolten, hè? Ik ga de pakken, ik ga de donkerste pakken. Is dit ding verbrand of zo? Overal zo zacht. Oké, deze is niet zo zacht. Tsunami 60. 1, 2. Geen meneer. Met een nieuwe feed. Nee, geen zin. Dus, en nu denken jullie wel, wat was dat? Nou, ik heb tatoeages laten zetten. Nee, dat lijkt wel eigenlijk niet veel te zetten. Maar ja. Ik vond ze allemaal niet zo erg lekker. Zeevrucht viel wel mee, maar ja, andere... Brain freeze! Yes! Dat is heel tof als je brain freeze krijgt, hè? Maar ik ga jullie nu met tatoeage laten zien. Nou, oké. Hier zijn alle chocolaatjes. Ik zal jullie even showen met de slush erbij. Nou, ik laat jullie even mijn tatoeage zien. Jij gaat gewoon in je bloot. Ik ben hier met mijn knie. Waarom zeg ik knie? Nou, ik heb hier dus één tatoeage. En ik vind hem heel grappig, mijn gentje. En ik heb ook aan de onderkant gewoon laten zitten. Dus gewoon echt aan de onderkant. En het zijn bloemetjes en vlindertjes volgorde. Het is allemaal gekleurd. En dan, nee, ik wil de andere been laten zien, Maria. Dan heb ik
Hier één. Deze zie je niet zo goed, maar dit is geel. Je ziet een soort van. De laatste is. Even in het licht. Ik weet niet. Hoe ga ik dit nu laten zien? Hier. Waarom zie je het niet? Omdat jij zo blind bent. Nee, ik moet even het goede licht vinden. Ga daar zo gaan. Oké. Ja, je ziet allemaal veel beter. Hier staat beauty op. Dan zou je deze denk ik veel ook beter. Ja. En dan is dit het. En dan heb ik ook... Deze zag je gewoon prima net op de tafel. Maar hier ziet het beter. Dit. Ik heb maar 3 tatoeages laten zitten. Oh nee, sorry. Wacht eventjes. Ik moest mijn slush...